Mike van Duinen, was er een vorm van teleurstelling bij jou toen je hoorde dat de spits van Volendam naar AZ ging? Nee, ik wist al langer dat de clubs er niet uit ging komen. Dus dat was voor mij geen teleurstelling meer. Het was voor jou een gesloten boek? Ja. Dan zegt Harry van der Laan, de spits van ADO Den Haag, afgelopen week bij ons op tv, dat jij gebukt gaat onder de transferperikelen. Ja, nou ja, kijk, het doet wat met me. Maar ik probeer me zoveel mogelijk op het voetbal te concentreren. Laat het duidelijk zijn. Is dat al van je schouders afgevallen nu? Ik bedoel, de transfermarkt is nog even open. Maar heb je het gevoel dat je hoofd helemaal vrij is? Ja, ik heb wel het idee dat ik in de wedstrijden vrij ben. Tenminste, ja, ik probeer... Ja, wat ik zeg, tijdens de wedstrijden probeer ik het los te zien van elkaar. En ik doe gewoon mijn best. Ontstaat er straks na 1 september ook een vorm van rust in zo'n spelersgroep? Of misschien bij jou? Ja, denk ik wel. Ik denk dat we dan echt pas echt weten waar iedereen naartoe is. Dus dat geeft wel niet alleen voor mij rust, maar ik denk voor de hele club wel. De onzekerheid is er, maar de prestaties zijn wat mij betreft nog wel redelijk behalen daarna. Ja, zeker. Dus dat is alleen maar mooi. Dat we, blijkbaar kunnen wij goed met deze druk omgaan. Dus dat is alleen maar een compliment voor de ploeg. De afgelopen weken is gekeken naar het ADO Den Haag van vorig jaar en het ADO Den Haag van dit jaar. Ik heb zelf het gevoel dat de ondergrens naar boven gekomen is. Ja, tot nu toe wel. We zijn niet meer weggezakt. We hebben geen, ik zie niet snel meer gebeuren dat we zoals bij PEC uit vorig jaar, dat we daar 6-1 gaan verliezen. Ja, ik heb niet meer het idee dat het snel gaat gebeuren, nee. Kan je verklaren waarom dat is? Nee, ja, heel lastig. Echt heel lastig. Ik denk, we hebben goede resultaten behaald vorig jaar en ook nu. Dit seizoen beginnen we toch wel redelijk. Dus ik denk dat het gewoon veel vertrouwen geeft naar de spelers. En ik denk dat ze daardoor ook meer gaan vertrouwen in eigen kwaliteiten. Ga je tegen Cambuur spelen, de ploeg die dit seizoen nog niet verloren heeft, maar volgens mij voor jullie een ideale tegenstander is? Ja, op zich maakt het mij niet zo heel veel uit tegen wie we spelen. En ik denk dat wij tegen elke ploeg kans hebben, dus zeker tegen Cambuur. Ik zag afgelopen week een staartje voorbij komen waarin jouw positie als linksbuiten eigenlijk meer een verkapte linkshalf aan het worden is. Ja, ik zag het net ook. Jij liet het zien. Dus zo voelt het ook wel in het veld, moet ik zeggen. En dat is iets wat niet hoort, denk ik. Maar tegen Groningen heeft het wel het gewenste resultaat opgeleverd. Dus dan mag ik ook niet klagen. Kan je dan stellen dat jij soms te veel loopwerk verricht in verdedigend opzicht? Ja, vind ik wel. Ik vind dat ik verdedigend soms veel te veel arbeid moet leveren. En dat je dan juist voorin tekort komt. En dat is juist hetgene waar iedereen mij op afrekent. Dus ja... Dat maakt het wel lastig. Maar moet dat van een trainer of is dat iets wat in je spel zit? Nou, beide. Zoals tegen Groningen wordt het van mij verwacht. Ik ben verantwoordelijk voor mijn back. Maar het zit ook in mij. Ik ben van nature harde werker. Maar ik ben ook een speler die dicht bij de goal van de tegenstander hoort spelen. Wat mij dan opvalt, jij bent linksbuiten en staat gemiddeld gezien op het middenveld. Schet is rechtsbuiten en is de diepste speler van ADO Den Haag. Die moet dan toch ook met zijn back mee? Ja, maar ik denk dat deze wedstrijd tot het juist meer over de andere kant ging. Waardoor het zo uitkwam dat ik meer daar uitkwam. Ik denk dat dat het verschil is. Maar goed, een Mike van Duinen in topvorm staat wat dieper, neem ik aan. Ja, maar dat is ook. Dat ligt denk ik niet alleen in de vorm waarin ik zit. Of ik nou in topvorm ben of juist niet in vorm. Ik denk dat het wat er van mij wordt verwacht en hoe ik het moet invullen. Ik denk dat het daaraan ligt. Zien we jou dit seizoen nog een keer als linksback? Want ik bedoel, hebben ze met Dirk Kuyt ook wel eens gedaan. Ja, maar ik ben nog een stuk jonger. Dus voor mij geen linksback.